Deze week is in het Natuurmuseum een tentoonstelling te zien over de grutto. Kinderen mogen op vertoon van hun paken en beppen gratis naar binnen. Het is deze week voorjaarsvakantie. Wat is hier nou te doen? Ja, in de voorjaarsvakantie staat het grote Grutto Theater centraal. Dat is een tentoonstelling die een lange tijd staat, tot en met 2 september. En het is ook onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden Friesland 2018. Het is een bijzondere tentoonstelling, want het is gemaakt door een theatermaker. Dus het is echt heel anders dan wat de mensen hier gewend zijn. En het is een combinatie van theater, installatie en tentoonstelling. En het theatrale aspect is dat het echt een begin heeft en een eind en een theatrale opbouw. Als mensen 1 keer binnen zijn, dan zijn er 10 installaties waar ze van alles kunnen doen. En daar kunnen ze gewoon zelf hun volgorde bepalen en bedenken hoe lang ze daar blijven. En het is ook een tentoonstelling omdat er wel een verhaal wordt verteld. Een verhaal over weidevogels, biodiversiteit en in specifiek de grutto. Jullie hebben gekozen voor het thema Neem je paken en beppen mee. Hoezo hebben jullie voor dit thema gekozen? Nou, het is eigenlijk niet ons thema, maar een thema wat binnen heel Friesland speelt. Het is ooit bedacht door de Museumfederatie, dat is de koepel van de musea in Friesland. En die dachten, ja, in de voorjaarsvakantie worden heel veel pakers en beppers opgezadeld met hun kleinkinderen. Hè? Want de ouders moeten werken, dus de opa's en oma's passen de hele week op. En wat moeten die de hele week doen? En toen is dit initiatief ontstaan en dat betekent eigenlijk concreet dat kinderen hebben gratis toegang in allerlei Friese musea op vertoon van pakers en beppers. Het gaat natuurlijk helemaal niet goed met de weidevogels in Friesland en in het algemeen. Dus dit is een leuke manier om kinderen en hun ouders en hun pakers en beppers toch wat meer bewustwording bij te brengen. Dat het anders moet, willen we onze weidevogels behouden. Dus, heb je deze week vakantie en heb je niks te doen? Neem dan je paken en beppen mee naar het museum.